zijn er weer. Een vijfde seizoen Sponkpodium. Welkom. Vandaag aandacht voor de reisopera. We hebben gloednieuw werk van Jesper Jesper. We hebben een schrijver, Marcus Voorhuis, die een spannend boek heeft geschreven. En Ruben. Hallo. Hallo. In een dubbelrol vandaag. Ja, vandaag wel even. Jippie-kaje, want jij gaat nu de komende tijd de poprubriek doen. Elke week. Wat ontzettend leuk. Hoe gezellig is dat? Heb je er zin in? Zeker weten. Hoe gaat het verder met je? Ja, goed. Lekker druk. Popronde spelen met primaat, dat soort dingen. En ik heb een nieuwe baan. Nee. Maar daar vertel ik zo meteen wat meer over. Oh. En je moet dus nu het land door, hier zijn, nieuwe baan. En tussendoor nog een beetje slapen. Ook tussendoor. Met hartslag bezig. Eerst doen we de reisopera. Immediately once you see the costumes, you get the setting. So this is our brilliant sculptor who makes this gigantic, massive statue. Here, yeah, so this is this guy. This is happening and this is the actual part, which is fantastic, I think. Classic trick, false perspective, I love it. It creates depth and drama, you know. It's a combination of two designs together into one. Dat is leuk. Jij werkt bij de reisopera. Ja, dat klopt. Ik ben productieleider en planner bij de reisopera. En waarom heb je deze jurk meegenomen? Nou, op 14 en... Op 14 en 15 oktober organiseren wij open dagen. En onder andere deze jurk en een aantal decorstukken gaan wij dan veilen voor een nog nader te bepalen goed doel. Dat meen je? Ja, ja, we willen heel graag een goed doel gaan steunen in Enschede. Dus mochten mensen nog tips hebben, dan mogen ze ons altijd mailen. Oh, wat leuk. En voor wie zijn die open dagen? Nou, eigenlijk voor iedereen, maar ook met name voor kinderen en voor jongere mensen. Om kennis te maken met ons als Nederlandse reisopera. En wat kan ik dan zien? Nou, voorstellingen als Plonsten, waarmee we op de campings altijd staan. Er komen een paar solisten. En natuurlijk onze ateliers. Oh. Dus die staan wagenwijs op. Dus ik mag kijken hoe zo'n jurk dan gemaakt wordt? Ja, ja, we laten helemaal zien hoe eigenlijk het proces is. Want er zit nog veel meer onder deze jurk dan je nu zo kunt zien. Maar ook de decorwerkplaats is geopend en daar zijn medewerkers aan het werk. Want jullie maken alles zelf, wij hè? Wij maken alles zelf, ja. En hoe zit het met pruiken en zo? Ook alles, ook alle pruiken worden zelf gemaakt. Maar ook de dingen die ze op hebben, denk aan hoedjes of dat soort dingen, die worden allemaal handgemaakt bij ons. En als kinderen komen, mogen ze dan zelf ook aan de slag? Ja, ze kunnen zeker zelf aan de slag. We hebben een leuke knutselwerkplaats. En waar we, wat er ook is, is een heel groot kunstwerk. Wordt in 5 grote banen. En daar kunnen mensen aan meewerken, kunnen meeschilderen. En dat gaan we uiteindelijk ophangen in onze studio's. Oh, ik denk dat ik zelf ook ga. Heel gezellig. Wat leuk. Dus 14 en 15 oktober. 14 en 15 oktober. Nou, dan... is deze jurk ook beschikbaar? Of in ieder geval te zien? Hè? Dan te kunnen zien, mensen hem zelf vasthouden. En hij wordt geveild, dus je kunt hem mee naar huis nemen. Oh, dankjewel Bob. Fijn dat je er was. Jesper Jesper is de nieuwe band rondom Jesper Albers. Die je kunt kennen als drummer en zanger van de rockband Paceshifters. En als drummer van de Australische band Wolfmother. Met wie hij afgelopen jaar nog op tour ging. Nadat de Paceshifters eerder als voorprogramma optrad. Nu komt hij samen met zijn band en een gloednieuwe EP. Voor de echte liefhebber van indie en alternative country. Zometeen de debuutsingle Keep an Eye Out. Hier live op het Sponkpodium. Goed. Ja? Ja? Een beetje water? Ja, lekker. Nee, jij moet zingen natuurlijk. Dit was niet Keep an Eye Out. Dit was niet Dit was On the Outside. Ah, inderdaad. Is ook een nieuw nummer. Ja, klopt. Is vorige week uitgekomen. Echt? Ja.
Wauw. Twee gloednieuwe nummers in deze uitzending. Mm-hmm. Wat een mazzel. Hoe gaat het met je? Sinds wij spraken elkaar voor het laatst bij het Bevrijdingsfestival in Overijssel. Ja, inderdaad. Dat was mei, 5 mei. Ja. Wat is er sindsdien gebeurd? Ja, best veel. Ik heb, dat was de laatste show met Jesper. Voordat ik de Wolfmother Tour ging doen. Want dat heb je van het zomer gedaan? Ja, ja, dat was... Wolfmother is een Australische rockband. En Paul en ik, de bassist van Payshifters ook... waren gevraagd om die tour helemaal mee te spelen. 40 shows in 3 maanden tijd was dat. Daar ben je helemaal geweest? Ja, door heel Europa eigenlijk. We zijn echt op heel veel plekken geweest. En hoe was dat? Van Noorwegen tot aan Portugal, Spanje... Bulgarije. Is toch wel een soort droom, of niet? Hongarije moet ik zeggen trouwens. Oh, ja. Was het een droom of niet? Ja, zeker. Dat is wel iets waarvan je vroeger dan denkt van wow, als dat ooit eens een keer op mijn pad komt, dan zou dat wel echt tof zijn, ja. En ik was ook vroeger gewoon wel fan van die band. Ik weet nog dat ik ze op Pinkpop zag in 2006 of zo. Dacht ik, wauw, wat is dit? Dus ik vond dat echt super cool, ja. Nog steeds ook, ja. En dan sta je met ze op het podium. Ja. Ja, dat is wel bizar, ja. En hier heb je ook een te gek band. Ja, dankjewel. Ja, Amy op bas, Jim op gitaar en Hette op de drums. Ja. En wat doen jullie nu? Nieuwe nummers maken? Ja, ik heb afgelopen jaar heb ik een EP gemaakt. Samen met Robin, een goede vriend van mij. Die hebben wij dus in september, afgelopen september is daar de eerste single van uitgekomen. En de EP komt in november uit op Guma Music. En dus daar zijn we nu wel druk mee. Zijn met de popronde aan het meespelen ook. Ah, ja. Dat is ook te gek, hè? Ja, dat is leuk. Ook heel veel. Ja. Ja. En het is gewoon fijn als je soort van een relatief jonge band bent. Dus net bent begonnen. Dan is dat een hele fijne manier om gewoon veel meters te maken, zeg maar. Dus, is het ook een tip voor mensen die kijken om juist al die popronde avonden af te klippen, zou ik maar zeggen? Om te gaan kijken? Ja. Of als nee, gewoon om te gaan kijken. Ja, dat is superleuk. Want dan zie je juist die nieuwe bands die precies. Aan de weg gaan timmeren zijn, met nieuwe muziek komen. Ja, precies. En er zitten veel bands bij die je dan het jaar daarna een keer op een groot festival kan zien, zeg maar. Ja. Of op, die dan op Eurosonic spelen en dan later weer doorgroeien. Ja. Dus dat is, en naar die Europese podia gaan. Wat Jim trouwens ook al heel vaak heeft gedaan. Ja. Ja, super. Die nieuwe EP dus. Wat ga je nu spelen? Keep an Eye Out. Waar gaat die over? Die gaat over mijn kat die onder de auto is gekomen. Oh, wat zielig. Oh, echt? Oh, god, dan begin ik heel hard te lachen. Dat mag hoor, maar het nummer is soort van geëvolueerd tot... Tot ode aan alle katten eigenlijk. Oh, het is een best wel vrolijk nummer. Het is niet heel... het is meer gewoon een ode aan katten. Nou, ja. Laat hem horen. Ja. Top. I hope you had the best night.
Dankjewel. De in Albergen geboren Marcus Voorhuis is niet alleen jurist, maar ook schrijver. Het spannende De Affaire Bazelstein is zijn debuutroman dat zich voor een belangrijk deel afspeelt in Hartje Ootmarsum, met een hoofdrol voor de kerktoren. Het is een thriller en liefdesverhaal over de zoektocht naar een gestolen schilderij in de wereld van de internationale kunsthandel tussen 1920 en de Tweede Wereldoorlog. En als je denkt dat je Marcus Voorhuis al eerder hebt gezien, dat kan kloppen. Hij speelde een rol als politieagent in de Beentjes van Sint Hildegard. Ach ja, je moet wat, hè? Ja. Was dat leuk? Was hartstikke leuk, ja. Ik kom niet uit de filmwereld, maar als amateur en Twentsprekende jongen vond ik het hartstikke leuk om er mee te doen. Maar je bent toch eigenlijk jurist? Ja, klopt. Maar ja, ik zag op een gegeven moment die oproep dat ze Twentsprekende mensen zochten. Dus ik dacht, ik kom uit Albergen. Ik kan dat wel. Dat Doem en dat Koepagoor. Geweldig. Ja. En toen dacht je ook nog, ik ga een boek schrijven. Ja, daar was ik al heel lang mee bezig met het boek. Dat heb ik altijd naast mijn werk gedaan. Waarom? Dat is toch een soort drive die je hebt als kind. Altijd al verhaaltjes schrijven, stripfiguurtjes maken, zo spannende dingen bedenken. Spannende avonturen beleven op het platteland. En ik had zoiets van, dat moet op papier. En ik ben ooit begonnen met kunstgeschiedenis. En dat heeft mij altijd ook gefascineerd. Daar wilde ik iets mee doen. Ah. En dat is in een boek terechtgekomen. Want dit verhaal gaat over een obsessieve zoektocht van een jonge jongen uit Ootmarsum. Ja. Naar een schilderij dat gestolen wordt op het moment dat hij nog jong is. Maar dat schilderij is van hem, want hij is heel arm. Ja. En hij heeft het gekregen. Het is een erfstuk uit de familie. Ja. Zijn moeder komt uit een van oorsprong rijke familie. En dit is eigenlijk het enige wat er nog over is. En hij krijgt dat van zijn moeder. En hij vindt het prachtig. Hij vindt het prachtig. Hij heeft een speciale band met dat schilderij. En hij moet beloven om er heel goed voor te zorgen. Maar dan wordt het schilderij gestolen. Ja. En zijn moeder wordt doodgeschoten door de inbreker. En dan... Ja, dramatisch. Ja, meteen in het begin. Hij neemt zich voor om dat schilderij inderdaad dan terug te vinden. Omdat dat ook een soort... op die manier krijgt hij dan ook misschien zijn moeder weer een beetje terug. Ja. Maar het is die zoektocht, die is zelfs zo dat hij alles wijkt in zijn leven voor het vinden van het schilderij. Klopt. Het wordt een obsessie voor hem. Hè? En als hij dan zo'n grote liefde tegenkomt, dan weet hij dat toch op een of andere manier, omdat die obsessie voor dat schilderij zo belangrijk is, weet hij zeg maar die liefde te verspelen. Yeah. En dan, daar gaat hij dan de fout mee in. En daar heeft hij ook spijt van. Dus ik zit dat te lezen en denk ik, doe het nou niet. Ja. Doe het nou niet. Klopt, ja. Heel veel mensen die in het boek zitten, die zeggen, oh mijn god, hij neemt die beslissing, dat gaat niet goed, waarom doet hij dat? Hoe loopt het met haar af? Ja. Je mag niet alles weggeven. Nee. Maar het is, ik wil het nog wel even hebben over Ootmarsum. Want zou ik hem eigenlijk van je aannemen? Waarom heb je Ootmarsum zo'n belangrijke rol gegeven? Ja, ik heb als kind kwam ik al met mijn ouders in Ootmarsum, met de Siepeldagen. We wandelden daar rond. En dat stadje heeft altijd een fascinatie gehad. Omdat het heeft iets heel ouds. Bijna iets voorchristelijks. Iets een beetje dat Germaanse hangt daar nog. En het fascinerende van Ootmarsum vind ik ook dat het vroeger in de middeleeuwen een belangrijke stad was. Maar dat andere steden, Almelo, Hengelo, Enschede, die kregen allemaal spoorwegen, waterwegen. Dat zijn grote steden geworden. Terwijl Ootmarsum door die textielindustrie. Door die textielindustrie. En Ootmarsum lag gewoon te afgelegen. Heel mooi in die heuvels, ingeslapen als het ware. En heeft een beetje dat oude karakter behouden, wat andere Twentse steden niet meer hebben. En je voelt het, als je daar in die heuvels bent, je voelt iets van dat oude. Ja. En helemaal omdat jij nu in het Westen woont, is dat misschien nog prominenter aanwezig. Ja, ik woon in Amsterdam en dat is ook hartstikke leuk. Alleen als je dan in Twente bent, in Noordoost-Twente, dat heuvelachtige gebied. Ja, het is en echt anders, hè? Zo'n kerk, dat heeft iets mystieks. Ja, precies. Ja, ja absoluut. Ja. Dus die kerktoren speelt een heel belangrijke rol. Ja. Waarom? Daar moest ik iets mee. Ik weet niet precies waarom, maar ik dacht, hij moet opgroeien op Marsum in een soort bijna nog middeleeuwse wereld. En wat afgeschermd van de rest van Nederland.
En hij ontwikkelt een fascinatie voor die kerktoren. Voor de grote klok die daar hangt. Het wordt een veilige plek voor hem. Het is voor hem een soort veilige plek. Waar hij zich ook terugtrekt om na te denken over het leven. Over zijn toekomst. Ja. En die kerktoren speelt... Zowel aan het begin, maar ook aan het eind een hele belangrijke rol. Ja, en het is een hele ambitieuze jongen. Dus ja. Hij is ook fearless, hij is ook niet angstig. Dus het maakt het een heel mooi verhaal. En hij doet alles om dat schilderij terug te krijgen. Ja. Hij wordt volwassen, hij gaat kunst studeren, hij komt in Florence. Hij wordt kunsthandelaar in Amsterdam. Altijd op zoek naar dat schilderij. En uiteindelijk vindt hij het. Maar dan is wel de vraag welke prijs... Heeft hij ervoor betaald. Affaire Baselstein, hoe zit het? Ben je alweer bezig met een nieuw boek? Ja, ik heb al wel ideeën voor een nieuw boek. Oh, echt? Ja. Ga je daar al wat van verklappen? Nee, ik kan er nog niet veel over zeggen. Nee. Soms duurt het lang, hè, een boek schrijven. Nee, vertel mij wat. Het duurt ontzettend lang. Nou, ik ben heel blij, Marcus, dat je hier in ieder geval wilde zijn om erover te vertellen. Ja, hartstikke leuk. Het geweldig om hier te zijn. Ja. Dank je wel. Ruben, hoe staat het bij jou? Yes, wat is er allemaal te doen op het gebied van popmuziek in Overijssel deze week? 4 keer per jaar is het in Deventer tijd voor Speeldrang. Een plek waarbij lokale opkomende bands een plek krijgen om te spelen in het Burgerweeshuis. En op 12 oktober is het de kans aan Canvas en Grens. En daar hebben wij een fragmentje van. Yes. En op 18 oktober release Levi Major zijn debuut-EP getiteld Meet Me at Dawn in de Kleine Willem in Enschede. En hoe dat klinkt hoor je ook hier. Het dialect zou in hoog tempo verdwijnen, schreef de krant. En dat laten wij natuurlijk niet gebeuren. Wij zijn trots op onze afkomst. In onze successerie hebben Abels en Pronk korte, maar goede gesprekken. Ieder in hun eigen taal. De uitgever en de muzikant. In de zonnige tuin van Pronk. Dan kun je daar de S ook maar normaal zijn. Maar goed, ik ben allemaal in wezen, als ik dit zo nog hoor, wat ik nu aan het zeggen ben. Dat ben waar de stereotype pruikjes van een keelke van boom de 60, wit, bretels, liggen. Dus dat, een blanke mastodont, een Archie Bunker. Werd zomaar... April à lettre, dus Archie Bunker, maar dan 40 jaar later. Zomaar... Vroeger was Archie Bunker ook hartstikke leuk. Heb je dat wel eens zien? Jawel, ik was zien. Een heleboel kluggen ben ook vaker gebaseerd op dat soort dingen. Ja, absoluut. Nou, Archie Bunker was goed, maar Al Bundy en die had natuurlijk ook Hyacinth, hoe heet dat ook weer, al die programma's. Ik vind het ook wel mooi wanneer er zo'n stereotype toestand is. De kneus, de grote bek, de flikken, de mongool, de boer. Allemaal stereotype. Lust hoe graag bier? Ikke? Ja? Jawel. Ik zeg geen nee. Dat kan ik zo nog wel doen. Ja, dat kan ik zo nog wel helemaal over hebben. Je zit hier tussen Salland en Twente in. Goed, officieel zit. Dat heeft volgens mij met rechten te maken. Wie zit, volgens mij huurt deze kant officieel onder Salland. Oh. En maar gemeente technisch gezien is het Twente. Volgende keer kom je bij mij. Kom je naar de Prus. Met de hele cameraploeg van RTV Oosterby. En dan moet je maar eens even kijken. Ik ga dan loop je naar de winkel. Naar de plek hier door. Het is hartstikke mooi. Prachtig mooi. Kom je dan met klomp maar weer binnen? Tuurlijk, ik kom overal binnen. Met klomp maar, met klomp moet. Ik kom gewoon maar. Ik kan eigenlijk morgen, ik kan wel een beetje, ik kan wat Duits verstaan, maar praten durf ik al waarschijnlijk. Ik heb vast wel van die enge films zien.
Hier niet. En nou, als een blanke aardje door binnen komt stoeken en die praat naar Duits mijn oppassen ook. Bedankt! Jo. Ja, ik kan niet goed smoksen naar zo. Nee. Door zat die kringslag. Dus waar is waar? Ja. Hij durft geen Duits te praten. Ja, altijd leuk. Ja. En jij, spreek jij een beetje talen? Nederlands, absoluut. En als ik genoeg gedronken heb, Limburgs. Maar voor de rest... En Engels. En Engels. Ja, we moeten jou nou toch een beetje beter leren kennen. Want ja, misschien wel. Hè? Erik is er vandaag niet. Hè? Nee. Erik Nijmeijer komt ook gewoon weer elke week. En jij doet dus de poprubriek. Maar het is natuurlijk precies. Wel leuk om een beetje te weten wat er met jou gebeurt zoal in het leven. Ja. Ja, zoals ik net al zei, ik ben dus begonnen met een nieuwe baan bij Studio 15 in Hengelo. En als je niet weet wat het is, nee, dan moet je even niet. Naar www.studio15hengelo.nl gaan. dat is de eerste keer in mijn hele leven dat ik 2 dagen vast in de week werk. Oh, welkom in het normale leven! Dat heb ik nog nooit gedaan en ik was moe vorige week. Dat is echt belachelijk. Als het nou 5 gigs waren, was het allemaal prima, maar gewoon 2 dagen vast werken en ik was af. En toen vroeg je me of ik een liedje wilde doen en toen moest ik eigenlijk een beetje denken aan Desperado van de Eagles. Waarom? Dus ik, dat is een beetje dat je zo iemand die ook een beetje over zijn grenzen heen gaat en eigenlijk een beetje moet realiseren. Ja, dat is een beetje een eenzame cowboy eigenlijk, hè? Ja, zo voelde ik me vorige week ook wel een beetje. Echt? Heel dramatisch allemaal geweest. Ja. Maar je doet de popronde, hè? Je bent met primaat op stap, je bent met hartslag op stap, je doet van alles. Ja. Maar Studio 15, wat is dat dan? Ja, dat is een plek in Hengelo en in Enschede, in Oldenzaal en Almelo. Waar je als jongere tussen de 15 en de 30 naartoe kunt gaan als je iets van affiniteit met cultuur hebt. Dus je wilt zingen, je wilt dansen, je wilt schilderen, je wilt whatever. En dat kan er allemaal. En als je binnen die leeftijdsgroep valt, dan kost het ook allemaal niets. En ik loop daar rond en andere jongens die lopen daar rond om jou een beetje te coachen en jou te helpen met... Oh, echt? Ja. Dus als je piano wil leren spelen of iets van muziek, dan zeg je, hey Ruben, show me something. Yes, yes. Dat ga jij nu ook doen? Misschien wel, ja. Ah, ik hou van de Eagles. Oh, mooi. Dus jij gaat Desperado zingen? Yes. Nou, dan heb ik dat de komende 3 dagen waarschijnlijk in mijn hoofd. Ik hoop het. Desperado. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one. I know that you've got your reasons. These things that are pleasing you hurt you somehow. And don't you try the Queen of Diamonds, boy. She'll beat you if she's able. The Queen of Hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table. You only want the ones you can get. Oh, Desperado, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. Oh, freedom, well, there's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. And don't your feet get cold in the winter time? The sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the night time from the day. You're losing all your highs and lows. Ain't it funny how that feeling goes? Why don't you come to your senses? Come down from your fences. Open the gate. It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you.
You better let somebody love you before it's too. Before it's too late. Ruben, wat een heerlijk begin van dit eerste aflevering van Spoonpodium. Volgende week ben je er weer. Zeker weten. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.